Rosa. Even chill FM. En wat ook heel fijn in de oren klikt, is niemand minder dan Gino Pieter Mai. Een hele goede avond. Hele goede avond. Je hebt me nooit in je oor gehad. Je hebt me niet eens mij in je oor laten praten. Voordat je weet dat ik al goed in de oor klink, nigga. Je bent gewoon grapjes aan het maken. Hoe is het, Gino, man? Ja, ik kan niet klagen, Mati. Ik kan niet klagen. Je weet, zondagen. Alles gaat zijn gangetje. Ja? Alles gaat zijn gangetje. Mag ik jou een vraag stellen? Was je op vakantie of heb je vastgezeten? Waar was je al die tijd gebleven? Ik hoor jou niet, nigga. Ik, hallo? Hallo? Hey. Hoor je mij? Hoe is dat? Is die meneer, Fuad. Ik ben het, jongen. Fuad Arubani. Ja, dat ben ik. Dat ben ik. Hoe is het, jongen? Was je op vakantie? Of heb je vastgezeten? Vakantie? Ja. We hebben een tijdje niks meer van je gehoord, man. Is zondag. Zondag is altijd vakantie, nigga. Ja, maar we hebben heel... Gino, we hebben een hele lange tijd niks van je gehoord. En Gino is in één keer terug. Vertel, hoe komt dat? Waar ben je geweest? Ik heb een dingen gedaan, je weet. ik heb money gemaakt. Ik heb op mijn money gezeten. Ja. Money was up. Ja. Nu ben ik terug om meer money te pakken. Oké, duidelijk. Dus je bent eigenlijk een tijdje weg. Dan ga ik weer weg, toch? Oh, oké. Dus je bent eigenlijk... Wat moet ik doen? Als je money hebt, moet je niet werken, toch? Nee, je hebt helemaal gelijk. Zeker weten. Zodra je money hebt, moet je gaan genieten. En dat heb je ook gedaan, hè? Ik heb zeker genoten, ik weet. Waar ben je allemaal geweest? Ik ben sowieso in Dubai geweest, tijdje. Ja? Met bepaalde mensen waar ik niet over mag praten. Van okay. IVD. Dubai. Oh, mooi, man. Oké. En wat nog meer, Gino? Ik weet niet of jullie hebben gehoord van Campo. Campo, ja. Ja, dat is in Curaçao, toch? Ja. Oké, daar ben je ook een hele lange tijd geweest dan. Zeer. Ik raad iedereen aan. Daar heb je waarschijnlijk ook... Ga daar met je kinderen. Ik zal dadelijk even uitleggen wat Campo exact inhoudt voor de mensen. Ik weet helemaal niet wat ze over hebben. Hey Gino, je bent weer helemaal terug. Je hebt niet zo lang geleden is er een filmpje van jou online gekomen. Vertel er iets meer over. Een filmpje van mij? Ja. Dat is gewoon, je weet hoe we het doen, nigga. Het is gewoon strategisch. Oh, oké. Okay. Money. Alles draait om money. Alles draait om money, no. Wat zou ik gewoon een filmpje maken zonder money te pakken? Nee, je hebt helemaal gelijk. Niks laten merken van merken. Maar wat was de aanleiding van dit filmpje, Gino? Daarom, snap je. Wat was de aanleiding van dit filmpje, Gino? Huh? Wat was de aanleiding van dit filmpje? Waarom heb je dit filmpje geschoten? Er was geen aanleiding in de film, nigga. Waarom heb je dit filmpje geschoten? Huh? Waarom heb je dit filmpje geschoten? Ik ben een beetje dronken, nigga. Wat zeg je? Waarom? Hij vroeg waarom jij dit filmpje... Ja, waarom lach je omdat ik dronken ben? Nee, ik zal niet... Gino, jou lach zouden je wij... omdat ik dronken ben? Nee, Gino, jou zouden wij nooit uitleggen. Help Jezus dronk, wait. Jezus drank wijn. Als Jezus nu nog bestaan, zou die nigga ook aan de whisky zitten, man. Maar die dronk met maten, toch? Huh? Die dronk met maten. Nee, ik ben alleen. Hey, Gino. Hey, waar ben je op dit moment, Gino? Nu? Ik lig op een matras. Ja? In de huiskamer. Mm-hmm. Met een halve fles whisky op mijn schoot. Ja? Okay. Te kijken naar twee Marokkanen op een webcam. Oh. Zwaai, motherfucker, zwaai. We zwaaien even naar Gino. Dus jij zit op dit moment, we zullen even zwaaien naar jou. www.studio040.nl kan je gewoon meekijken hier in de studio. Gino, wat kunnen wij nog meer van jou gaan verwachten in de komende tijden? Hallo? Gino? Ja, wat kunnen wij nog meer van jou verwachten de komende tijden? Komt er nog iets nieuws? Ja, ik was er weer eentje in verwachting, ja, klopt. Er komt weer een nieuw. Je hebt weer raak geschoten. Ja. Bezig, man. Dan heb ik toch een rare vraag, Gino, hè? Weet jij ongeveer... Ze zeiden tegen mij, als je van achter doet, wordt ze niet zwanger, maar ze hebben gelogen. GELACH
Oké. Wauw, het was weer raak, zeg maar. Goed. Het was raak, Martin. Ja, lekker. Raak. Hé, maar komt er binnenkort nog iets nieuws uit? Want je hebt ontzettend veel fans. En die vragen allemaal of er iets nieuws uitkomt van Gino. Nog meer. Ik ben terug, nigga. En je komt hard terug, hè? Ik ben terug. Totdat ik al mijn money die ik heb verdiend, verdubbeld terugverdiend heb. Ja. Blijf ik nog wel. En daarna blijf ik 2 keer zo lang weg. Oké. Hey, Gino. Dus wat ik kan zeggen naar de fans is geniet. Geniet. Geniet van me. Ja. Geniet van me door vooral alles te kopen wat ik doe. Goeie koper. Huh? Ja, goed. Hey, Gino, jij zit ook op Twitter tegenwoordig. Ja. Je hebt Twitter uitgevonden. Ik probeer. Nee, ik heb hem niet uitgevonden. Wacht dan maar dat ik hem heb uitgevonden. Ja. Daar had ik nog meer. Maar ik probeer de hele tijd die mensen van Twitter te pakken te krijgen. Ja, maar? Ze zijn ja, want ik wil dat ze mijn geld betalen. Ja, Gino, jij hebt... Omdat ik op Twitter zit. Jij zit nu een week op Twitter. Ik ga even heel snel scrollen. Ik weet dat je een week ongeveer op Twitter zit. Ja, ik breng Twitter meer mensen op. Ja, dat heb ik in de gaten, want ik... het is een gekkenhuis op jouw Twitter. Het is echt een gekkenhuis. Ja. Binnen een week heb je al meer dan 1800 volgers. Zo doen we die zaken, nigga. Het is allemaal strategisch. Allemaal strategisch, dus jij wil eigenlijk hier mee gaan zeggen dat er nog meer gaat aankomen van Gino Pietermaai? Ja, totdat ik money heb. En dan ben je weer weg. Ja. Oké, Gino. Wil jij nog iets aan de luisteraars kwijt, Gino? Oh man, nee man. Helemaal niks? Nee man. Oh, jij neemt nog een slok. Gino? Ja. Ja, heerlijk. Hey Gino, ik vond het hartstikke leuk dat je ons even te woord wilde staan. Ik ben ook leuk, nigga. Ja, dat weten we. Je hebt ontzettend veel fans. Het dan is een gek... weer. Ja, het is een gek huis. Zondag, het is zondag, je weet. Als ik zondag kan je me altijd bellen. Altijd, dan ben je altijd thuis. Tenzij ik slaap. Maar ik ben net wakker, dus... Je hoeft je niet druk te maken vandaag. Oké. Je bent net wakker, Gino Pietermaai. Hey Gino, ik vond het hartstikke leuk dat wij even met jou konden bellen. En wij gaan jou volgen. Wij blijven jou volgen. En hopelijk kom jij nog met veel meer filmpjes. Volg mij op Gino Pietermaai. Gino Pietermaai met 3 A's. 3 A's? 3 A's. Je weet, net als je wil winnen met poker. 3 A's, nigga. Hey Gino, weet je wat ik ga doen? Ik ga meteen een track van jou draaien, want ik heb hier toevallig een track klaarstaan. Ik ga je draaien. Hotel Hafla, kan je die? Zeg draaien, maar ik stuur je dadelijk factuurtje. Draai hem. Ik stuur je een factuurtje. Oké, Gino, hartstikke bedankt en we spreken elkaar hopelijk heel snel weer. Auwe. Oké, welterusten Gino. Rusten. Liefde. Wauw, heerlijk is dit, hè. Hij blijft gek, hè. Hij blijft gek. Hij blijft gek. Weet je wat? We gooien hem meteen in. Dit is Gino Pietermaai met Killer Kamal, Hotel Hafla. Yeah. 5-sterren hotel, feestjes in Dubai. Lekker. Een opzichtige vertoon van welvaart. Decadente shit, nigga. Hard gewerkt, veel geld gemaakt. Dus wij mogen dat. Dus fuck jullie. Yeah. In de zwembad met een waterpijp. Met een wijf die me lekker onder water pijpt. En ze is zo zout dat je op de water drijft. En zelfs Pablo heeft geen lage prijs. Het is vakantie. Dus ik heb een stapel bij. Die smaakt je bij. Die straat heeft een zware lijf. Lekker. Kom hier, dus je praat met mij. Schatje, what the fuck zeg je? Versta je mij? Huh? Ik kom uit Punda. Ze kwam uit Bali. Ik vroeg het na bij de Hotel Bali. Dus ik besteed een hoop geld aan je. Kom maar feesten in mijn hotelkamer. Ik heb alles daar, zelfs mijn dromen daar is. Ik zeg niet dat het feestje van je dromen daar is. Neem iedereen mee, breng al je bodies. Met je dikke body. We willen komen bij die feestje. Feestje in mijn hotelkamer. Al je flippies komen dansen bij de allerbeste feestje. Feestje in mijn hotelkamer. Al je matties komen hangen, want het is de beste feestje. Feestje in mijn hotelkamer. Heb je weer en die drank bij, welkom op die feestje. Feestje in mijn hotelkamer. Feestje in de hotel. Ik ben rijk, jij niet zo. Jij
Jij rijdt gilera, ik speedboat. Je gilera is kapot, terwijl mijn speedboat wel vaart. Zie me genieten van de welvaart. 5-sterren hotel en ik neuk ze alle 5. Money over de bitches, geld is leuker dan een wijf. Hotelkamer groot is een reuze paradijs. De hele kamer vol met chickies, sommige keuzes. Ja, dat was hem dan. Gino Pietermaai natuurlijk met Killer Kamal. Voor de mensen thuis die het gemist hebben, geen enkel probleem. Deze week komt hij mooi op YouTube te staan. Op het account van Even Chill FM. Dus abonneer je ook even op Even Chill FM. Doe dat zeker even.